Hallo allemaal, hartelijk welkom bij een nieuwe video op het Speel met mijn kanaal. Vandaag hebben we weer iets nieuws en dit is Hello Kitty. Maar dit is helemaal geen speelgoed, toch? Nee, dat zijn snoepjes die ik heb gehaald. En die gaan wij samen vandaag voorstellen. We gaan vandaag een soort van test doen met deze snoepjes. Ik heb 2 rolletjes kauwgom gekocht en 1 lolly, dat is een spekjeslolly. En ik neem deze en... ik neem deze. Het zijn dus 3 dingen. Dat komt helemaal goed uit. En eens even kijken waar we mee gaan beginnen. Eerste makers. Alles is van dezelfde maker, van Bip. Ik heb er nog nooit van gehoord. Dus het is gewoon van dezelfde maker allemaal. En hier staat nog zo'n hologram op. Die van ons is best wel interessant. Met een hologram op de verpakking. Dit is Hello Kitty met een bloem. En hier is ze avonturier. En hier is ze gewoon een klassieke Hello Kitty. En dit is mijn lolly. Het is 42 gram. Dus het is best wel een zware lolly. En het ziet er een beetje uit alsof dat hierboven van een ander materiaal is. Dat gaan we zo meteen eens even testen. De ogen zijn ook wat anders. Die zien er een beetje uit als chocolade. En verder is het spek. Dit is zacht. En het bijzondere is dat de kauwgom 1 meter lang is. Ik weet niet of jullie dat al wisten, maar dat is wel handig om te weten. En ik zou zeggen, we pakken de dingen nu eens uit. Zo, dit is de uitgepakte lolly. En dat ging best wel makkelijk. De andere dingen waren een beetje moeilijker uit te pakken. Die kauwgomrolletjes zitten wel erg goed verpakt blijkbaar. Dit is in ieder geval zacht, dat hebben we al gezien. Het is een beetje als spekjes. En hierboven, dat strikje is hard. Ik denk dat dat druivensuiker is, maar dat ga ik natuurlijk nog even testen. En ik ga eerst eens eventjes een snorhaar proberen. Het smaakt een beetje naar glazuur. Ja, het is hard en een beetje knapperig. Het is een beetje als hard geworden glazuur. Nu zal ik het strikje eens even testen. En... oeh, heel hard. Mijn tanden zitten nog in mijn mond, maar... nee, echt helemaal niet lekker. Het smaakt ook weer naar glazuur, maar het is echt extreem hard. Ik had verwacht dat het zou smaken naar druivensuiker. Maar het smaakt niet echt lekker. Het smaakt gewoon heel sterk naar suiker. Het smaakt ook een beetje slap. Ik weet niet zo goed hoe ik het uit moet leggen, maar erg lekker is het niet. Zo, ik zal deze eventjes aan de kant leggen. En dan bijt ik even in. Dit is wel een beetje... beetje hard. Het is een beetje taai. En de oppervlakte, die is heel suikerig. En hier zie je het ook. Van binnen is het gewoon zacht spek. En ik heb betere spekjes gegeten, moet ik zeggen. En ik moet dus zeggen, hij ziet er heel leuk uit, maar het heeft me niet zo lekker gesmaakt. Dus ja, soms is dat een beetje verraderlijk als je iets leuks ziet. Bijvoorbeeld een Hello Kitty snoepje, maar erg lekker was het nou ook weer niet. Inmiddels hebben we deze uit de verpakking kunnen bevrijden. En allebei hebben ze een aardbeiensmaak. Hoewel de deksels verschillend zijn, is de smaak dus gewoon hetzelfde. Dan openen we er eens even en... oh, dit is de kauwgom. Ik had verwacht dat aardbeien iets anders uit zou zien. Ik had een soort sterke rood kleur, maar nu is het een soort van bruinachtig iets geworden. Het ziet er een beetje raar uit.
En het bijzondere van deze is dat hij dus een meter lang is. Dat is wel een heleboel kauwgom. Ik zal het eens even testen. Even een stukje eraf halen. Zo, dit is mijn stukje. En ik probeer dat nu eens even. Het is heel taai. Je moet echt lang erop kauwen voordat er smaak komt. En het smaakt echt totaal niet naar aardbei. De smaak is ook heel slap. En ik ga er ook vanuit dat die smaak na een paar minuten weer verdwijnt. Het smaakt trouwens een beetje naar honingmeloen. En in ieder geval smaakt het heel kunstmatig. Naar kunstmatige aardbeien. In ieder geval is het niet echt helemaal wat je van snoep zou verwachten. Maar toch, ik vind het wel grappige snoepjes. Zo'n Hello Kitty doosje is natuurlijk ook wel grappig. Maar ik moet zeggen, ik vind dit wel lekkerder dan de lolly in ieder geval. En we hebben in ieder geval de test ervoor gedaan. Hello Kitty, kauwgom en de lolly. Die halen we er nog even bij, de lolly. De afgebeten Hello Kitty. Dit was weer eens wat anders als video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden vandaag. Ondanks dat het wat anders was. Dan gaan wij er nu weer vandoor. En misschien heb je nog ideeën wat we verder nog kunnen testen. Laat het dan maar gewoon weten in de reacties. Dat vinden wij natuurlijk hartstikke leuk. En een duimpje omhoog vinden we ook weer leuk. En dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!